Hey allemaal, vandaag ben ik ontzettend enthousiast om met jullie te praten over het boek dat ik onlangs las, dat een blijvende indruk op mij heeft achtergelaten. Het boek heet De Aanslag van Harry Mulisch. Misschien hebben jullie al eerder van hem gehoord. Hij heeft ook andere geweldige boeken geschreven, zoals De Ontdekking van de Hemel en Het Stenen Bruidsbed. Voordat we ons verdiepen in het verhaal, wil ik graag het leesniveau van het boek bespreken. Ik zou het klassificeren als matig uitdagend en geschikt voor lezers op het niveau van de derde klas van het gymnasium. Laten we nu het verhaal van de aanslag kort samenvatten. Het boek draait om de hoofdpersoon, Anton Steenwijk. Het verhaal begint tijdens de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam, waar Anton nog maar 12 jaar oud is. Op een avond wordt er een aanslag gepleegd op een collaberende politiefunctionaris voor het huis van de buren. In de chaos die volgt wordt de verkeerde familie gestraft. Antons familie wordt zonder reden meegenomen en zijn ouders en broer worden vermoord. Anton blijft alleen achter en moet omgaan met de gevolgen van deze traumatische gebeurtenis. Bijzonder vond ik hoe het verhaal eigenlijk kunt ophangen aan wat wij hebben geleerd hebben met fictie. Harry Mulisch maakt gebruik van complexe personages, intrigerende plotontwikkelingen en de symboliek om de impact van oorlog en schuld te verkennen. Het boek roept belangrijke vragen op over individuele verantwoordelijkheid, de collectieve schuld en de zoektocht naar waarheid en gerechtigheid. Een ander aspect dat me opviel is de manier waarop Mulisch historische gebeurtenissen naadloos verweeft in het verhaal. Hij plaatst Anton in verschillende perioden van de Nederlandse geschiedenis, waardoor het boek ook een reflectie wordt op de impact van de oorlog op het individu en de samenleving. Om jullie een bredere kijk op het boek te geven, heb ik een recensie opgezocht. Hieruit wil ik graag een citaat delen dat de kracht van het boek goed weergeeft. Heel romans van Harry Mulisch beginnen met een ijzersterk eerste hoofdstuk. Denk aan de vermakelijke vriendschap tussen Harry en Hein Donner in De Ontdekking van de Hemel, of aan het idiote interview met de beroemde schrijver die veel van Mulisch heeft in Siegfried. De lezer schurkt zich in haar leesstoel en begrijpt dat zij de hele nacht verder moet lezen. En dan komt me er toch een flauwekul, een reeks symbolen en cymbalen, holle opschepperij en pretentieuze praatjes, dat je aan het eind alweer vergeten bent met wat voor schitterend hoofdstuk het boek begon. Hield Mulisch het maar bij zijn novellen. Een ander element dat ik wil bespreken is het motief van schuld in de aanslag. Het boek onderzoekt op indringende wijze de verschillende vormen van schuld en de manier waarop mensen ermee omgaan. Anton Steenwijk draagt aan last van schuld met zich mee, na de gebeurtenissen van de aanslag. En dit beïnvloedt zijn leven op verschillende manieren. Mulisch toont de complexiteit van schuld en laat zien hoe het zowel individuen als hele gemeenschappen kan beïnvloeden. En hierbij wil ik graag een stukje voorlezen uit het boek. Ik heb eens een film gezien over een man wiens dochtertje door een vent verkracht en vermoord was. Die vent krijgt 18 jaar en die man zweert dat hij hem zal vermoorden op de dag dat hij vrijkomt. Na een jaar of 8 komt hij vrij. Strafvermindering, goed gedrag, gratie, niet waar? Met een revolver in zijn zak wacht die man hem op bij de poort. En ziet ze de hele dag samen optrekken en praten. Ten slotte schiet hij hem niet dood, want hij begrijpt dat die ander ook maar een armzalige stumper is en een slachtoffer van zijn omstandigheden. Boven rinkelde de telefoon. En terwijl hij langzaam naar de deur ging, maakte Teek zijn verhaal af. Laatste shot. Die man blijft staan en je ziet die andere vent over een bospad weglopen met zijn koffer. Dan verschijnt er op zijn rug een wit puntje dat naar voren komt en de woorden The End vormt. En op dat moment wist ik plotseling één ding heel zeker. Namelijk dat die man op dat moment, ondanks al zijn begrip, zijn revolver tevoorschijn had moeten halen en die ander in zijn rug schieten. Want zijn dochter was niet vermoord,
door de omstandigheden, maar door die vent daar. Als je dat niet doet, dan beweer je eigenlijk dat alle mensen onder rottige omstandigheden hebben moeten leven, potentiële verkrachters en moordenaars zijn. Ik kom zo. Samenvattend kan ik zeggen dat de aanslag een meeslepende roman is die op meerdere niveaus resoneert. Het combineert een spannend verhaal met diepgaande thema's en een prachtige schrijfstijl. Harry Mulisch weet de lezer te betrekken bij de zoektocht van Anton naar waarheid en gerechtigheid. Laat ons nadenken over de complexiteit van schuld en verantwoordelijkheid. Als je geïnteresseerd bent in boeken die aansluiten bij de aanslag, kan ik je aanraden ook andere werken van Harry Mulisch te ontdekken, zoals De ontdekking van de hemel en Het stenen bruidsbed. Deze boeken verkennen vergelijkbare thema's en zullen je zeker aanspreken als je hebt genoten van de aanslag. Bedankt dat jullie naar mijn vlog hebben gekeken. Tot de volgende keer!